derde minuut wedstrijd. Dit is Huiberts, de linkerspits. Die levert knullig in. Smolarek. Eerste counterkans Utrecht. En dat kan wat worden. Sterker nog, dat is een goede kans voor Van der Ark. Maar hij helpt hem om zeep. Huiberts. Die moet buitenom. Brengt de bal dan goed terug, maar weer niemand daar om af te ronden. Hofman. Goeie bal. En die gaat via een Utrechter, of is het Arnold, op de lat. Het was Arnold. Huiberts. En de redding van Van Ede. Na het schot van Hansen. De aanval loopt door. Weer Hofman. En dan is het een corner. Weggegeven door Verrips. Goeie actie van Hofman. En Arnold bij de eerste paal heeft pech. Koken. Vluchtboer in problemen gebracht door het balletje van Koken. Arnold, goede bal zeg. Huiberts doet het zelf. Maar niet goed. Hofman. Broeders. Vluchtboer in de buurt, maar toch de voorzet van Broeders. En daar de treffer van Graham Arnold. Eén keer eerder dook hij daarop bij de eerste paal en raakte niet de lat. Nu is het na de voorzet van Broeders wel raak. Graham Arnold, zijn tiende van het seizoen. 1-0. Geen buitenspel. Arnold, goed. Hansen, ook goed. Naar Huiberts. En Van Ede weet niet goed wat hij moet doen. En ontsnapt dan met een beetje mazzel. Een aanval loopt door. Hofman, moeilijke hoek. Droge knal, redding van Ede. Die zijn foutje van net, zijn aarzelingetje goed herstelt. Eindelijk gebeurt er weer eens wat op Kalheide. Wat de moeite van het uitzenden waard is. Want na die treffer van Arnold in de eerste helft is de wedstrijd teruggevallen tot een bedenkelijk niveau. Huiberts. Arnold. Vogeltje vrij. Van Ede. Zo boeit de wedstrijd tenminste weer. Jen Hansen. Goed gedaan van Hansen. Boerenbach. Hofman. Arnold. Van Ede uiteindelijk. Weer Graham Arnold. Weer vogelvrij bij de eerste paal. Kwartiertje nog te spelen. Vrije trap Jean Hansen. Voor wie is die? Broeders terug. Verhagen. Goed balletje van Verhagen op Hofman. Klein kwartier te spelen nog. Arnold moet zich nu terug laten vallen. Nu is hij aanspeelbaar. Nu moet hij scoren. En nu scoort hij al. Uit het boekje. En een bekroning voor de goede wedstrijd die hij, Graham Arnold, speelt. Paasje op Hansen is goed. Arnold loopt dan door. Misleidt zo de defensie. Doet dan die twee stappen achterwaarts. En is vrij om te scoren en doet dat. De wedstrijd is beslist in het voordeel van de ploeg uit Limburg.